Breaking Mol nieuws in Wie is de Mol land. De kandidaten zijn weer terug in Nederland en daarmee hebben we wat locaties kunnen wegstrepen. Er waren natuurlijk zoals altijd mensen op Schiphol toen de kandidaten aankwamen. Een volger stuurde mij de volgende foto's toe met daarop alle vluchten die zijn aangekomen op zaterdagavond, toen de kandidaten dus aankwamen. Op deze foto's zien we Rome ertussen staan als land. Dan denk je, hé, maar Rome is toch niet het land van Wie is de Mol? Dat is ook niet zo. Er wordt beweerd door diverse bronnen dat de crew en kandidaten via Rome naar Nederland zijn gevlogen. Maar wat zegt dit meer over het land? Niet superveel. Maar op het wieistemol.com forum is nog iets ontdekt. De theater uit de livestream is namelijk waarschijnlijk gevonden. We hebben een theater ontdekt in Albanië. Ja, Albanië, ja. Die 99% voldoet aan de vergelijkbare details van het theater uit de ontmaskering livestream. Daarnaast kloppen enkele ruïnes uit Albanië ook met de beelden die we zagen van de opdrachten uit de livestream. Daarnaast is Albanië deel van de Balkaneilanden waar het ook warm zou kunnen zijn tijdens die livestream. Wat meteen dus ook echt een goed detail was voor een potentieel land als Albanië. Tot zover deze extra uitzending. Abonneer voor meer en tot de volgende keer.